Hij helpt vluchtelingen, statushouders en andere nieuwkomers aan werk. En hij geeft al zijn winsten aan goede doelen. Is hij een ondernemer of is hij een idealist? We komen erachter in deze aflevering van CVD-TV. Ja, bij mij de gast Hans Drijver. Van harte welkom Hans. Dankjewel. Uh, idealist of ondernemer? Um, ik denk in eerste plaats toch ondernemer. Ja. Ik zie mezelf uh, ja, eerder als pragmatisch idealist. Dus wij zijn, ja, geen, ja. Uh, zijn geen activistische organisatie of zo. We zijn gewoon een bedrijf. Het is gewoon een BV. Gewoon een BV. Ja. Gewoon, iedereen verdient een salaris. Er moet gewoon geld verdiend worden. Maar ja. het is wel een private onderneming die zijn best doet om een sociaal-maatschappelijk probleem op te lossen. En dat is? Dat is uh, nieuwkomers helpen integreren op de Nederlandse op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat is wat het, wat het nu is. Ja. Het is ontstaan vanuit uh, het helpen van de Oekraïnse vluchtelingen. Mm -hmm. Dat doen we nog steeds en dat blijven we ook doen. Maar het is nu echt verbreed naar alle nieuwkomers. Dus we werken ook steeds meer met uh, statushouders en met asielzoekers. Dus mensen die hier al zijn, uh, omdat ze gevlucht zijn of omdat ze asiel hebben aangevraagd, uh, naar werk begeleiden. En het heet Hero Jam, zeg ik het dan goed? Hero Jam. Hero Jam, Hero -jam. ja. Want ja. dat heeft iets met Oekraïne te maken, toch? Klopt, ja. Het is, het is eigenlijk onderdeel van een Oekraïnse leus. Uh, wat je ook wel eens hoort op tv misschien of Zelensky die het uitspreekt. Ja. En dat is uh, Slava Oekraïna, Hero Jam Slava. Aan. Dat betekent glorie aan Oekraïne, glorie aan de helden. En Herojam is dan vrij vertaald aan de helden of, of voor de helden. Dus dat is, nou ja, dat past ook bij onze origin story zoals ja. dat uh, ontstaan. Ja. En nou ja, de meeste mensen die, de meeste Oekraïners die herkennen het als ze binnenlopen, de meeste ja. Nederlanders niet. Dus vandaar dat die naam uh, nu nog steeds goed past. En ja, dan moet je er zelf lading aan geven. Natuurlijk. Ja, 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 ja. ja Herojam voor de, voor de helden. Door heel veel mensen worden die mensen niet als helden gezien, hè? Nou, weet ik niet. Is dat zo? Nou ja, als ik kijk naar. Uh er zijn toch best wel veel geluiden dat vluchtelingen een probleem zijn... en ja. we moeten de stroom tegenhouden ja. en uh, die geluiden bedoel ik. Ja, nee, ja, zeker. Ik, uh, ja, kijk, wij, wij zijn natuurlijk niet van die school. Ik denk uh, dat het uh, heel goed is om vluchtelingen op te vangen. Uh, als Nederland, maar ook breder in, uh, in Europa. Maar ook als je, de, als je het doortrekt naar de arbeidsmarkt... denk ik dat we die mensen ook hard nodig hebben. Mm -hmm. uh, want ze, ze doen heel veel banen, heel veel startersbanen. Uh, banen op of rond het minimumloon. En als je ziet hoe wij vergrijzen als uh, samenleving en hoeveel druk dat geeft op onze verzorgingsstaat en hoeveel tekorten er zijn op de arbeidsmarkt, dan denk ik dat vluchtelingen juist heel erg welkom zijn, zeker in die, in die startersbanen, omdat het gewoon ongelooflijk moeilijk is om daar Nederlandse mensen voor te vinden. Ja. Hoe is het ontstaan? Het is ontstaan uh, met, uh, ja, eigenlijk met twee vrienden, met Bart en met Ivo en, uh, en ikzelf. En dat is eigenlijk geboren omdat Bart, een van mijn kompions, die, uh, die kwam al heel veel in Oekraïne. Die heeft daar veel gereisd. Uh, een beetje vliegd hoor op dat land. Vaak teruggekomen. Uh, kende daar inmiddels ook mensen. En toen die oorlog op uitbreken stond, heeft hij eigenlijk iedereen een berichtje gestuurd: van joh, uh, kom maar naar Nederland, dan, dan help ik je wel. In eerste instantie met, met huisvesting, want zijn achtergrond lag in het uh, vastgoed. Mm -hmm. En toen kreeg uh, hij heel vaak de vraag: van ja, maar hoe zit het dan met werk? En Nederland is een duur land, uh, mag je ook werken? Dat zat er toen net aan te komen uit uh, Brussel, dat uh, de werkstellingsvergunning vrijgesteld werd. En daar is eigenlijk dat, dat idee geboren. Uh, hij heeft dat met ons besproken. Wij waren ook enthousiast uh, om, nou, je wilt toch iets doen. En op deze manier konden we de mensen helpen die naar Nederland kwamen, uh, door ze naar werk te begeleiden. Maar ook meteen met het idee uh, dat we de winst doneren aan goede doelen in Oekraïne. Zodat mensen niet alleen voor zichzelf werken, maar ook voor het thuisfront uh, werken. Mm. Dus zo, zo is dat ontstaan en uh, zo is dat balletje gaan rollen uh, eigenlijk. Wat was zeg. je achtergrond? Wat, de, wat deed jij daarvoor? Ik uh, zat in online marketing. Dus wel ondernemer ook. Altijd wel uh, nou ja, mijn hele werkende leven eigenlijk uh, uh, voor mezelf gewerkt ja. als ondernemer. Als ZZP'er of in een bureau achter? Um, nou, eerst als ZZP'er, als freelance online marketeer. Maar wel met de ambitie om te groeien en om een bureau op te bouwen. Ja. Uh, dus ik werkte ook al veel met stagiaires, afstudeerders. Um, COVID is dat uh, iets iets ja, is dat natuurlijk iets veranderd. Mm -hmm. Als continu videocalls te doen uh, in mijn uh, stadsappartementje. Hm. Dus toen heb ik een tijdje nog in, uh, in Azië gewoond en daar nou ja, een beetje als de digital nomad, zeg maar, met de laptop uh, op het strand uh, gewerkt. Waar? En toen ik terugkwam vorig jaar uh, eigenlijk uh, hier ingerold. Ja. Oké, okay. En waar zat je in Azië? Uh, Thailand. En het hoe lang heb je daar gezeten? Een half jaar ongeveer. Ja. Okay. Het, was, het was het eerste land wat weer een beetje open ging met uh, tijdens COVID. Uh, dus dat was nog een heel gedoe uh, om daar met, met testen en vaccinaties en verzekering om daar uh, terecht te komen. Ja. Maar het is eigenlijk gelukt en toen ik, toen ik vorig jaar terugkwam in, uh, in maart, uh, ja, toen is dit idee ontstaan en uh, eigenlijk hier uh, nou ja, dit is dit is zo hard gegroeid meteen. Uh, het was zo'n rollercoaster dat dit al vrij snel uh, nou ja, alle aandacht en alle tijd. Uh, Want neem vond. ons eens mee in die rollercoaster, wat is er allemaal gebeurd? Nou ja, wij zijn, ik, ik, weet nog de, de, ik kwam terug en ik zou met Bart wat gaan lunchen op een vrijdag. En uh, uh, we zouden gewoon even weer gaan bijpraten. En toen kwam dit idee naar voren. En we waren allebei enthousiast, dus meteen de agenda's leeggemaakt op de vrijdagmiddag en uh, aan de slag gegaan. Ik kon vanuit mijn marketingachtergrond kon ik wel een wordpress websiteje bouwen en een logootje maken. En uh, toen hadden we een formulier laten vertalen via via in het Oekraïens. Van nou, uh, als je wil werken in Nederland, uh, uh, schrijf je in. Mm -hmm. Dat wat uitgezet in wat, wat Telegram-channels en wat Facebook-groepen en wat advertenties opgedraaid. En uh, nou ja, de laptop dicht uh, voor de borrel. En uh, op maandag uh, openen we de inbox en we hadden al meer dan 500 registraties daarin zitten. Yes. Ook mensen die nog in Polen waren en Oekraïne. En dat, dat liep nog op tot 2000 mensen die week. Dus dat was voor ons wel de realisatie van, oké, okay, hier, hier gebeurt wel echt wat. Want wat en... was de algemene boodschap van die mensen? Zoiets van, maak mij niet uit wat, en doe maar werk? Of ja. voor, voor wat, wat, wat moet je daarbij voorstellen? Of het waren er geen concrete vacatures die open stonden. Nee, nee, het was echt een inschrijfformulier. Maar omdat dit zo pril was, was het ook nog, het was nog niet echt geregeld. Dus we hadden nee. ook mensen die in Duitsland zaten, die daar nog niet aan het werk konden. En die zagen dit voorbij komen en denken, nou, dan nou stap ik wel op de trein naar Nederland om, uh, om daar te gaan werken. Dus we werden echt, uh, echt overspoeld met reacties. En we hadden ook wel zoiets staan oh God, Sakstanië, we zitten in Zwolle. staan hier 2000 Oekraïnse vluchtelingen mm -hmm. op het station. En dan komt de burgemeester naar ons toe van... Uh, nou jongens, uh, zeg maar hoe je dit gaat oplossen. Jullie ja. hebben ze hier naartoe gehaald. Uh, maar het was ook de realisatie van... Nou, hier gebeurt wel echt iets. Dus laten we dit ook serieus en, en professioneel aanpakken. Dus die week hebben we ons meteen uh, ingeschreven. Uh, als BV bij de notaris. En uh, ja, is het eigenlijk begonnen. En... Wat betekent het is begonnen? Wat, 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 wat kwam er allemaal op jullie pad dan? Want, wat, want je, ja. je moet wel het een en ander regelen. Ja, je, je moet heel veel regelen. Het is, nou ja, de, de eerste stap was natuurlijk. We hadden heel veel kandidaten, heel veel werkzoekenden, wat natuurlijk best wel uniek is in de huidige arbeidsmarkt. Dus de eerste stap was vacatures, opdrachtgevers. Ja. Uh, dus nou ja, we hebben gewoon onze LinkedIn, contactenlijst, uh, vooral in Zwolle. Hè. We, we onderneemden al, uh, al jaren in Zwolle. En, uh, Vaak genoeg aan de andere kant van de bar gezeten om wat, wat ondernemers te kennen en dergelijke. Dus het begon gewoon met, met bedrijven opbellen om, om ze aan te sluiten als opdrachtgever. Hm. Uh, en om vacatures uh, te krijgen. En nou ja, dat ging op zich ook wel vrij snel, omdat er zo'n tekort is op de arbeidsmarkt. Maar vervolgens heb je nog niks. Uh, we, we hebben er wel bewust voor gekozen om onze eigen uh, backoffice te doen. Dus we doen onze eigen salarisadministratie en verloning. Uh, maar dat betekent wel dat je die cao's moet kennen. Dat betekent dat je software moet hebben om mensen te kunnen verlonen. Uh, en we hadden al zoveel animo van zowel de, de, de werkzoekenden als van werkgevers. dat we echt, uh, ja, echt in sneltreinvaart dat hebben moeten opzetten. Dus voor mijn begrip: mensen komen bij jullie in dienst? Ja, wij zijn juridisch werkgever. Wij zetten ze op contract. Ja. Uh, en wij doen dus ook de salarisadministratie. En. Um, ja, weet je, dan bel je op een gegeven moment, uh, 20 maart hebben we ons ingeschreven. Nou, dan bel je, ga je gewoon googlen naar softwareleveranciers in de uitzendmarkt. <laughs> we hadden allemaal geen ervaring uh, hierin. En uh, ja, dan de meesten zeggen dan, uh, nou, het is nu maart, kunnen we in juni beginnen met implementeren. Nou, dan heb je in uh, juli uh, zes weken doorlooptijd, heb je, je, kan je eerste verloning doen. Dus we dachten van volgende week. Ja, zeg, we moeten over twee weken mensen verlonen. <laughs> en uh, dat is toen uiteindelijk gelukt uh, met, uh, met een leverancier, die uh, Easyflex, werken we nog steeds mee, heeft ons heel goed geholpen. Die heeft eigenlijk gezegd, nou, we laten alles vallen. En uh, over twee weken ben je up and running. Dus we hebben er één verloning gedaan zonder software systeem, uh, op de achterkant van een bierveeltje zeg ja. maar, wel iets meer doordacht. Maar ja. uh, dat uiteindelijk met een voorschot weer uh, recht uh, gebreid. En, uh... Hebben jullie dat juridisch uh, uh, onderzocht? Want het lijkt me, ja, ik weet niet, je hebt het over twee maten van je. Ja. Ik, ik ken ze niet, je zegt eentje even heel snel, die, die zat in de vaste Hoe gepokt en gemazeld waren jullie als het gaat om, want het is niet niks wat je doet. Nee. Nou, nou, in deze sector niet. Uh, nee. Wel, wel ondernemerservaring. Maar ik denk we zijn ook gestart met een gezonde dosis naïviteit. Ja, ja. Ik denk als ik, als ik nu weet wat, uh, wat je er allemaal voor nodig hebt en wat voor risico's je allemaal loopt, als we dat toen wisten, dan waren we er misschien nooit aan begonnen. Uh, en ja, je gaat het gewoon doen. En, en dat is nog steeds wel een beetje het motto bij ons: van problemen behandelen in de volgorde van binnenkomst. Dus we zien wel. En uh, als iets een probleem is, dan kijken we dan wel hoe we dat uh, tackelen. Uh, dus die, die, die naïviteit zat er ook wel in. En die heb je ook wel nodig, denk ik, om, om zo snel zoiets uh, op te kunnen zetten. Want hoeveel mensen heb je nu aan het werk? Uh, op kantoor zijn we met, uh, met z'n elven, inclusief ja. de drie oprichters. En ik denk dat we de dagelijkse basis nu zo'n 150 mensen aan het werk uh, hebben in Jee. het hele land. Ja. En die mensen op kantoor zijn die allemaal in dienst ook bij jullie ook. Ja, ja. ja dat zijn ja. mensen die gewoon bij, bij ons als uh, nou ja, de meeste mensen zijn jobcoaches. Dus dat zijn mensen die ook recruitment taken hebben om mensen te werven. Maar daarnaast ook uh, veel begeleiding doen. Ja, op snapt. de werkvloer. Dus uh, dat zijn mensen die gerust op de eerste werkdag meegaan. En, uh, helpen met inwerken, of die vertalen werkinstructies... of die gaan bij een functioneringsgesprek zitten om uh, te helpen. Uh, dus er zit ook heel veel nou ja, begeleiding in en bijna sociaal werk ook in. Want het is ook het aanvragen van een BSN-nummer... of een bankrekeningnummer ja. of kinderbijslag. Ja. Uh, dus de meeste mensen op kantoor bij ons zijn, zijn jobcoaches... Um, die dat in het Oekraïens en Russisch kunnen doen... en inmiddels ook in het Arabisch. Omdat, Hoe kom echt, je eraan uh, aan die mensen? Ja, nou kijk, wij spraken in het begin natuurlijk zoveel Oekraïense mensen uh, dat, het, uh, dat wij vanuit de intakes die wij deden, konden we een beetje de krent uit de pap vissen. Van hey, dat is iemand die spreekt goed Engels. Of dat is iemand die zou wel bij ons goed passen. Ah, ja. En dan in plaats van die te plaatsen bij een opdrachtgever zeggen van, van hoe vind je het uh, om bij ons te komen. Ja, ja. Dus dat is het voordeel dat je dat je zoveel mensen uit die doelgroep spreekt en dat je daar een beetje de, de, de krent uit de pap kan. En halen. hoeveel van die paar honderd per dag die je nu uh, aan het werk hebt geholpen, hoeveel zijn uh, Oekraïense vluchtelingen en hoeveel. Zijn uh, op een andere manier in Nederland beland? Uh, nou, het, het, het gros is nog wel uh, Oekraïens. Uh, dat we daar ook mee gestart zijn. Uh, we zijn eigenlijk sinds, sinds dit jaar een beetje die verbreding ingegaan om ook in het Arabisch te werken. Dat uh, we heeft natuurlijk tijd nodig voordat dat even op, op stoom komt. Dus die groep wordt wel steeds groter. Uh, uh, we werken nu in het Arabisch. Dus we hebben ook wel nou ja, de meeste statushouders en asielzoekers die hier zijn, hebben een Arabische achtergrond. Dus vanuit daar kunnen we die mensen ook uh, uh, steeds beter bereiken. Mm. Dus, um, dus daar zien we wel echt dat dat, dat, dat percentage dat dat toeneemt uh, onder de groep. Wat vind je van de kritiek? Even toch weer terug even naar het begin, hè? want het een prachtig verhaal. Um, maar wat vind je van de kritiek dat het toch best wel uh, een, groot, een grote groep mensen is... die op een hele andere manier naar even vluchtelingen, noem ik het dan maar in de brede zin, kijkt... als het beeld van wat ik nu van jou krijg? Ja, dat is, het is natuurlijk jammer. En ik moet zeggen dat, uh, dat, dat het heeft mijn mijn beeld ook wel een beetje verandert, omdat je het nu, het is in één keer veel persoonlijker. Dus je komt in AZC's, je ziet mensen die daar zitten. Ja. Mensen die ook gewoon mee willen doen, die, die ook talenten hebben, die gemotiveerd zijn. Uh, en die, die echt zichzelf willen inzetten om hun leven op te bouwen hier. En die vaak een hele moeilijke uh, weg achter de rug hebben om hier te komen. En dan ook hier toch wel uh, moeite hebben met allerlei bureaucratische regels en moeite om werk te kunnen vinden, maar zich wel heel erg daarvoor inzetten. Hm. Um, dus ik denk dat het heel goed is voor mensen die dat beeld hebben om, om daar eens een keer naartoe te gaan en eens te kijken wat, ja. voor, wat voor mensen daar, daar, daar zitten en hoe zij hun best doen om, om mee te kunnen doen in, uh, in de Nederlandse samenleving. En, en niet iedereen, maar goed, dat, dat kan je ook van de Nederlanders zeggen die er al zijn. Er zitten altijd rotappels tussen die, die er nie, uh, die niet mee willen doen. Maar er zit genoeg motivatie en inzet daar van mensen om, uh, om wel mee te doen. Ze hebben die lastige discussies vaak, hè, dat je dan met mensen bijvoorbeeld spreekt die zeggen van ja, maar we hebben heel veel mensen die in armoede leven in Nederland en die kunnen dan niet aan een huis komen. Maar de vluchtelingen die worden dan voorgetrokken en die krijgen dan wel huisvesting. Wat, ja. wat, wat vind je van dat soort opvattingen? Ja, ik, ik kan. Kijk, ja, huisvesting is nog weer een heel ander thema. En ja. ik snap dat dat moeilijk is. We hebben we leven in een klein land uh, met veel te weinig woningen. Uh, dat is iets waar wij ons niet mee bezig houden. Uh, in tegenstelling tot arbeidsmigranten, uh, als je die naar Nederland haalt, moet je ook huisvesting verzorgen. Uh, doen wij dat niet, want wij werken met mensen die op in de gemeentelijke opvang zitten als Oekraïnse vluchteling. Of mensen die in een AZC zitten uh, als asielzoeker of daarna in een sociale huurwoning. Dus wij houden ons als bedrijf niet bezig met, met echt dat, dat huisvestingsstuk. Mm -hmm. En ja, dat, dat is een ingewikkelde discussie en dat, uh, ja, dat kunnen wij ook niet, uh, niet zomaar oplossen. Nee. En wij zetten ons echt in om mensen die hier al zijn naar werk te begeleiden. En het alternatief is ook dat ze in een uitkering terechtkomen. Ja. Dus dat kost de maatschappij alleen maar geld. Dus het mes snijdt aan twee kanten. Ja. Dus je haalt mensen uit een uitkering en je zorgt dat ze een baan hebben, waardoor ze ook belasting kunnen betalen. Dus ja. ik, ik denk dat het voor de Nederlandse maatschappij alleen maar goed is om, uh, om je daarvoor in te zetten. Wat zijn, wat zijn de verhalen die je allemaal tegenkomt? Kun je, eens, kun je wat. Maak het maakt eens concreet. Ja, ja het, het, heel veel. Hè. Het is, als je met mensen werkt, dan gebeurt er sowieso altijd wel wat. Mm -hmm. um, met deze doelgroep kom je natuurlijk ook heel veel, ja, toch wel heel veel leed tegen. Heel veel pijnlijke verhalen tegen. Van, uh, zeker de Oekraïense groep, mensen die ja, nog familie aan het front hebben staan en uh, daar dagelijks mee bezig zijn, hoe dat gaat en hoe die oorlog zich ontwikkelt. Mm -hmm. Uh, maar daarnaast komen we ook hele mooie verhalen tegen van mensen die heel dankbaar zijn voor uh, wat wij voor ze doen. Dus wij hebben. We verlonen elke week op de dinsdag. En nou ja, onze jobcoaches krijgen geregeld uh, screenshots van een bankrekening met hartjes erbij. En je wil niet weten hoeveel dozen chocola en koekjes en bloemen we al op kantoor ja. hebben gekregen. Dus dat is, dat is heel mooi om te zien. En ja. ook als je. Door de stad loopt en je ziet, ziet twee flexkrachten die, die elkaar nog niet eens kenden, maar door het werk elkaar hebben leren kennen op een terrasje uh, wat eten en een wijntje drinken. Ja dan is het heel concreet: van dit, de enige reden dat mensen dit kunnen doen, is omdat ze werk hebben. Ja. En dat werk gaat veel verder dan alleen een salaris. Je, je, je komt in een ritme, je zorgt dat je, uh, je, je leert de taal, je leert de cultuur. Uh, maar je voelt ook gewoon dat je meedoet in de maatschappij. Ja. Dus je, wij zien dagelijks het, het, het effect van, van mensen die echt ja, daarin groeien. En boven zichzelf uitstijgen, doordat ze werk hebben. Dus dat is natuurlijk heel mooi om te zien. Is het alleen maar, je, je noemt net, hoe noemde het nou startersbaan? Of banen ja. in ieder geval, zeg maar, zo zeggen, praktische banen. Hè? Horeca, schoonmaak. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat er, dat er hele andere profielen uh, tussen zitten. Weet ik ook veel, uh, theoretisch ja. opgeleide specialisten. Werken jullie daar ook al mee? Of is dat een ander. Ja, af en toe. Je merkt, je merkt toch dat de mensen die, die hoog opgeleid zijn, die Engels spreken, die, die weten over het algemeen, zeker in de huidige arbeidsmarkt, wel een baan te vinden zonder ja, ja. ons. Ja, ja. Dus of rechtstreeks bij een werkgever, of die lopen bij, bij een Randstad of bij een Manpower naar binnen en die kunnen dan wel een intake doen in het Engels en, en een ja. baan vinden. Dus wij, wij werken toch echt met, met nieuwkomers. Die, de meeste mensen die via ons werken spreken geen Nederlands en geen Engels. Dus dan ben je natuurlijk beperkt in wat je, wat je kan doen. Hm. Uh, dus dan kom je bij die startersbanen uit. Dus ook bijvoorbeeld productiewerk of distributie, horeca, schoonmaak. Het zijn hele mooie banen die je kan uitvoeren zonder dat je uh, per se de taal uh, goed machtig bent. En daarnaast is het ook wel gewoon omdenken. Kijk, wij zorgen ook dat wij uh, werkinstructies vertalen. En wij zorgen ook dat wij een halve dag meegaan op de eerste dag om, uh, om in te werken. Uh, en op die manier kunnen we ervoor zorgen dat het, uh, dat het toch kan slagen. Uh, dus ik merk dat wij vooral de mensen uh, bij ons krijgen... die toch echt moeite hebben om op eigen houtje uh, werk te kunnen vinden. Ja. En echt die begeleiding nodig hebben. En doe je meer voor ze dan alleen maar werk? Ik kan me voorstellen dat je ook taalkursussen of ja. uh, dat soort dingen doet. Ja. Ja, wij uh, we investeren ook in taalles. Uh, dus wij bieden ook uh, Nederlandse taalles aan. Daarnaast denk ik dat opleiden sowieso een heel belangrijk onderdeel is. Dus daar willen we ook altijd wel in mee denken, meekijken. Bijvoorbeeld als iemand een VCA moet halen of een heftruckcertificaat, dat ja. we daar ook in, uh, in willen investeren. Um, vaak gaat het op het vervoer ook mis. Dus wij, uh, wij denken ook mee over vervoer. Zo krijgt iedereen bij ons die krijgt een, een fiets als je begint. Dat is ook een beetje, nou ja, welkom in Nederland, fietsland. Uh, hier heb je een fiets. <laughs> Wel een beetje op verkeken in het begin. Want toen hadden we iedereen met, met schaafhonden <laughs> op het kantoor <laughs> binnen. Dus er moet eigenlijk ook fietsles bij uh, ja. gegeven worden in sommige gevallen. Um, maar dat kan ook een NS Business Card zijn of... Ik herinner me, we hebben een keer een jongen die uit Zwolle. Die kon een hele mooie baan in Deventer krijgen in een fabriek. Maar dat dreigde mis te gaan, omdat hij op de zondagen. kwam de trein een uur later aan. Dus dan kon hij de ochtenddienst niet halen. Ja, dan kijken wij gewoon pragmatisch, okay, hoe vaak heeft hij een ochtenddienst op zondag? Nou, zeven keer per jaar. Nou, bellen wij een lokaal taxibedrijf en zeggen nou, deze jongen moet zeven keer per jaar even gebracht worden naar zijn werk toe. En daardoor heeft hij toch die baan. Ja. Uh, en die werkt er nu nog steeds. Uh, en die kan straks overgenomen worden en echt een mooie carrière bouwen. Dus ja. dat zijn allerlei dingen waar je in, in mee probeert te denken van hey, wat, wat kunnen we doen om het wel te laten slagen. Wat zijn de plannen met Hero Jam? Hero Wat zijn de plannen met Hero Jam? Uh, nou ja, doorgaan op deze weg. Uh, het is wel echt, het is ons doel om het, uh, sociaal, uh, uh, de sociale arbeidsbemiddelaar te worden voor nieuwkomers. Uh, en er is nog genoeg werk aan de winkel. Ik bedoel, uh, 3% van alle asielzoekers werkt. Uh, terwijl echt waar? Een, ja, ja, En uh, 42% van alle statushouders heeft na vijf jaar betaald werk. Dus er zit heel veel, heel veel zit in de uitkenningssituatie, heel veel in de illegaliteit, zwart werk. Uh, dus er is echt nog wel een klus uh, uh, wat dat betreft. Dus wij nou ja, we hebben het gevoel alsof we net begonnen zijn. Uh, en uh, het doel is om verder uit te breiden, om... Uh, Meerdere vestigingen te openen om steeds meer landelijk te gaan werken. Ja, maar het, is nu nog, het voelt nog heel erg als regio Zwolle, ja. dat is het ook, of niet? Nou, we werken wel landelijk al. Okay. We werken ook wel met, met grotere werkgevers, die dat ook wel van ons verwachten. En het is eigenlijk ook wel nodig, zeker als je met de groep statushouders werkt, waar het heel vaak misgaat, is, als iemand al een baan heeft in een AZC. Dan word je geplaatst in een gemeente om te gaan inburgeren. Dat kan je niet weigeren. En dat kan zomaar een andere kant van het land zijn. Dus dan zit je in Hogeveen en naast het zee... en dan moet je naar Limburg om in te burgeren. Ja, dan ben je je baan kwijt. En wij werken met grote werkgevers... die dan ook in Limburg een baan kunnen hebben voor diegene. Dus dat iemand zijn baan niet verliest. Dus zeker bij statushouders is dat belangrijk... om landelijk te werken. Maar... Uh, ja, wij, wij, wij zijn ook ambitieus en we willen ook groeien. Dus we, we doen het al landelijk. En het doel is nu om, om meerdere vestigingen te openen om nog meer uh, die geografische dekking te hebben. Is dat een concreet doel? Zijn jullie echt plannen aan het maken? Of wat moet ik me daarbij voorstellen? Of is het expliciet: ja. nou, we willen groeien en we zien wel? Of, of maak je dat concreet, tastbaar? Ja, nou, we willen ook niet. Kijk, we willen het wel op een op een goede manier doen. En we zijn heel, heel hard uit de startblokken gekomen. En ook wel wat media-aandacht gehad. Dus we kregen op een gegeven moment ook heel veel aanvragen van mensen. Nou, ik wil wel uh, franchisen hier of ik wil ja. wel een kantoor hier openen. Uh, daar zijn we wel bewust dat we dat niet doen. Uh, omdat wij wel, we groeien liever organisch en op een gedegen manier dat het iets langzamer gaat dan dat je jezelf voorbij loopt uh, en te snel wil. Um, maar er zijn nu wel plannen voorzichtig. Ja, we zitten, we zitten nu net in een nieuw kantoor in Zwolle, een groter kantoor, en dat was wel echt nodig. Uh, dus dat is heel fijn. Uh, en uh, we zijn nu wel voorzichtig aan het kijken naar wat een goede plek zou zijn voor een tweede, tweede locatie. Okay. Ja. Um, waarom, waarom is er geen bestaande partij in dit gat, noem ik het maar even, zeg maar, ondernemerstechnisch gedoken? Waar zijn de randstatten van deze wereld? Ja, nou ja, die zijn er natuurlijk wel. Maar je merkt toch dat, dat de grote uitzenders dat die moeite hebben om in zo'n niche te opereren. Um, hè, dat zijn uitzenders die zitten vaak meer op schaal. Uh, die zitten vaak ook op uh, misschien lagere marges, uh, omdat ze uh, ja, met tenders meedoen voor grote, grote uh, commerciële partijen. En dit is wel, het is een niche wat, wat heel veel aandacht en tijd vereist. Dus uh, persoonlijke begeleiding, mm. uh, investering in taalles, in vervoer. Um, en ik, ik denk dat het, dat het moeilijk is, als dat, als dat niet je core business is, dat het moeilijk is om dat er even bij te doen. Dus uh, ja, en zeker de groep mensen die geen Nederlands en Engels spreekt. Uh, als die binnenlopen op een vestiging, uh, ja, dan, uh, dan moet je dus iemand hebben die Arabisch spreekt of Oekraïens spreekt, uh, die die mensen verder kan helpen. En ik denk dat dat moeilijk is om dat in een bestaande grote commerciële organisatie er even bij te doen. Hm. Uh, en omdat wij de volledige focus daarop hebben, kunnen wij dat, uh, kunnen wij dat wel doen. Heb je daar wel een begin over nagedacht om contact te zoeken met dat soort Of hebben jullie echt vanaf dag één gezegd van we gaan het helemaal zelf doen? Nee, we hebben wel. We, uh, we zijn lid van de ABU, van de branchevereniging. Dat ja. uh, betekent dat we ook gewoon gecertificeerd zijn. Dat was voor ons belangrijk. Uh, A, om onze eigen backoffice en salarisadministratie te doen. Omdat we weten van, we werken met een kwetsbare doelgroep. Dus we willen dat het net gebeurt. Met uh, het uitbetalen van het loon en het volgen van de CAO. En ook meteen om onze certificering te halen. Omdat de opdrachtgevers waar wij nu mee werken, ja, die verwachten gewoon dat je, uh, je NEN-gecertificeerd bent. En ja. dat je een G-rekening hebt. En nou ja, allerlei dingen daaromheen. Um, dus daar, daar hebben we direct voor gekozen. En vanuit daar spreken we natuurlijk ook inmiddels steeds meer uh, andere uitzenders. Uh, en hebben daar ook wel goede, goede contacten mee. Uh, dus wij, ja, wij proberen wel de samenwerking op te zoeken waar dat, uh, waar dat kan. Want hoe lang zijn jullie nu bezig? Uh, anderhalf jaar. Anderhalf jaar. Ja, ja. Hey, en even, hè, en wat je, uh, jullie zijn met z'n drieën gestart, toch? Ja. Zijn jullie met z'n drieën aandeelhouder ook? Ja. Uh, gaat, dat nog, gaat dat goed? ja dat gaat de, 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 ja de reden waarom ik zal het even duiden maar ik heb best wel vaak ondernemers die dan veel jonge ondernemers ook die dan heel fanatiek eh, met, met twee of drie mensen die beginnen dan een bedrijf maar dan op een gegeven moment in de loop der tijd blijkt dat ondernemerschap voor de een toch wat anders is dan voor de ander de strategie die net iets ja, de een ziet het toch anders dan de ander. En dan gaat dat schuren, weet ja. je wel. En, en dat kan best wel een hoop ellende veroorzaken. Want dan moet je uit elkaar en dan moet je een bedrijfswaardering doen. Want ja, als er eentje uitstapt, dan moet je die aandelen overnemen. Ja, ja. Hebben jullie daarover gesproken? Want het voelt als van een soort van... We gaan dit doen, ja. bierviltje en gaan. Ja. Ja, we zijn er wel een beetje ingerold. Kijk, we hebben het wel goed geregeld in de oprichting. Uh, met de notaris, in onze statuten. Van ja, weet je, uh, wat gebeurt er als iemand ziek wordt, of als iemand overlijdt. of recht ja. op aandelen overnemen. Dus die, die basis ligt er wel. Um, en ik denk inhoudelijk laten we elkaar heel vrij. Dus we zorgen wel dat we natuurlijk over de strategie, daar, daar hebben we het samen over. Maar in de uitvoering uh, hebben we echt wel allemaal ons eigen onderdeel. En daar laten we, geven we elkaar ook de ruimte in. Mm. Um, dus we, we zorgen dat je op die manier niet uh, drie kapiteins op één schip hebt, zeg maar. Ja. Uh, en dat is eigenlijk, ja, dat is ook niet heel erg bedacht. Dat is gewoon organisch gegroeid op basis van uh, kwaliteiten. En, en waar iemand gelukkig van wordt, uh, van, uh, ga jij dat dan maar doen. Um, en ja, weet je, in zo'n opstartje hebben wij hadden ook daar ook niet heel veel tijd om dat helemaal te doordenken. Uh, mm -hmm. Dat is gewoon zo gegroeid. En dat gaat eigenlijk heel goed. En uh, ja, het kan zijn dat ik moet zeggen dat we op strategie zitten, we eigenlijk altijd wel op één lijn van waar we naartoe willen. En natuurlijk heb je wel eens discussies over hoe je daar dan moet komen, mm -hmm. en keuzes die je moet maken. Uh, maar dat gaat eigenlijk heel goed. Geld verdienen, hè? want het is een BV, commercieel bedrijf. Dan lees ik inderdaad, alle winsten gaan naar goede doelen. De, ja. het gaat, gaan alle winsten naar goede doelen? Ja, dus ja we... nou, in principe, kijk, wij hebben in onze statuten en oprichtingsakten opgenomen dat wij geen dividend mogen uitkeren aan ons als aandeelhouders. Dus wij verdienen ook gewoon een salaris, maar we mogen geen winst uitkeren. En als we wel winst hebben, dan moeten we dat doneren. Um, dat is niet het einddoel. We zijn, we zijn geen goed doel uh, in, die, in die zin. Maar uh -huh. het, zorgt, het verplicht je eigenlijk dat je alle winsten weer herinvesteert. En dan met name in de ontwikkeling en begeleiding van de flexkracht. Want wij mogen het, we mogen het toch niet uitkeren aan onszelf. Ze dus kunnen het beter uitgeven aan die taallessen of aan die fiets of aan dat inwerken. Uh, dus op die manier verplicht je jezelf om, uh, ja, om die, uh, die winsten terug te investeren. Want als we dat niet doen, dan moeten we het toch doneren. Maar wat zijn dan jouw persoonlijke. Ambities als ondernemer. Nou, ik vind, dit, ik vind dit heel leuk om te doen. Kijk, we zijn met een, zijn met een jong gedreven team. die echt achter deze missie staat. Uh, en hier dagelijks voor gaat. Dus, uh, en we zijn heel erg aan het bouwen. Uh, dus als ondernemer zelf vind ik dit een hele leuke fase. Uh, omdat we groeien. Uh, we zijn bezig met, uh, met plannen voor het openen van een nieuwe vestiging. Uh, uh, je, ja, je trekt steeds meer mensen aan uh, in verschillende rollen. Dus het, het blijft continu uitdagend. En uh, ik denk dat we ook. Ja, het voelt ook alsof we pas net begonnen zijn. Dus ik denk dat. We hier de komende tijd ons uh, ei nog wel in kwijt kunnen, wat dat betreft. En jij verdient er gewoon een, een boterham mee, zeg maar. Het is, ja, we verdienen hier, hier gewoon kunnen een er gewoon een gezond salaris uithalen. Ja. Ja, wij verdienen gewoon een salaris en dat, is ook, dat uh, moet ook van de Belastingdienst. Je moet gewoon een DGA-salaris verdienen ja. uh, uh, als er geld verdiend wordt. Dus dat doen we ook. En uh, de rest investeren we terug in het bedrijf om, uh, om verder uit te bouwen. Is het, en dat klinkt misschien even heel commercieel hoor, maar is het een goed businessmodel? En ik kan me voorstellen, kijk, aan de ene kant heb je meer kosten, omdat je, mm -hmm. je, je wat je schetst, je doet veel meer aan begeleiding ja. en uh, je bent nog niche en klein. Maar aan de andere kant, maar dat weet ik dus niet, kan ik me wel voorstellen dat de marges hoger liggen. Is dat zo? Nou, het is inderdaad. Kijk, dat hangt ook heel erg. Het is een hele commerciële markt. Dus wij moeten dit ook bij, bij opdrachtgevers en potentiële klanten. Zeker bij grotere werkgevers. Kom je op een gegeven moment bij inkoopafdelingen. Uh, waar je het dan, uh, nou ja, dit moet uitonderhandelen. En. De aanname is toch vaak te zeggen. Ja, maar die, deze mensen die spreken geen Engels en geen Nederlands. Dus dan, uh, dan zal het wel goedkoper zijn. Want het kost allemaal al extra moeite. Uh, maar het kost juist meer tijd en meer energie om dit te laten slagen uh, mm -hmm. dus dat betekent ook dat wij. kijk, die dingen die wij extra doen, dat re rekenen we niet door aan de opdrachtgever. Maar dat zit natuurlijk wel gedisconteerd in het, in het tarief uiteindelijk. Ja. Uh, maar goed, wij hoeven dus niet, uh, wij hoeven niet uh, enorm veel dividend eruit te trekken aan het eind van het jaar om een, uh, om een nieuwe Bentley te kopen, bij wijze van. Uh, waardoor we wel zorgen dat dat geld weer goed terechtkomt en echt gebruikt wordt uh, voor ja. die begeleiding waarvoor het bedoeld is. Um, maar dat betekent wel dat je, ja, dat je vast moet houden aan je verhaal en ook in je onderhandeling met, met inkopers uh, wel moet beargumenteren waarom het wel nodig is uh, om, uh, om dat tarief te rekenen. Ja. Uh, en dan, ja, dan is het een goed businessmodel, denk ik. Dan kan het zichzelf uh, bedruipen op die manier. Zijn er nog dingen die je uh, nodig hebt op dit moment? Uh, hulp of uh, um, dat er uh, trempels weg moeten worden genomen? Of uh, waar, waar loop je nog tegen aan wat, wat, zeg maar, wat op je agenda staat om op te lossen? Ja. Nou... Yeah. Heb je even, maar... Nou ja, noem <laughs> uh, maar eens wat. Nee, ja, kijk, waar het begint bij ons zeker nu nog steeds... is, uh, is opdrachtgevers, vacatures. We hebben uh, een database van 3000 mensen die, die werk zoeken. Uh, dus die willen werken en kunnen werken. We krijgen 40, 30, 40 sollicitanten per dag, maar we hebben niet 30, 40 vacatures. En dat, dat kost natuurlijk even tijd om dat op te starten. Als ik het heb over zo'n onderhandelingsproces, ja, soms ben je gewoon maanden of een half jaar bezig voordat het rond is. Dus we zijn nog steeds druk bezig om, om opdrachtgevers aan te sluiten, vacatures te, te creëren. En ja, op die manier kunnen we dan nog meer, uh, nog meer mensen helpen. Uh, en, en daarnaast denk ik dat. Uh, ja, we zijn nu heel erg bezig om, om dingen te structureren. Om meer uh, processen op te zetten. Om het team daar ook in te trainen en mee te nemen. Dus we zijn echt steeds bezig om de organisatie verder te professionaliseren en verder uh, uit te breiden. Ja, maar dat kun je zelf doen. Ze... Ja. Ja, nou ja, we zijn, uh, we zijn ook wel op zoek naar uh, mensen om aan te trekken uh, aan ons team. Uh, toch ook wel mensen die wat, uh, wat meer ervaring hebben. Ja, ja. We werken eigenlijk allemaal uh, met mensen die, die geen ervaring hebben. Ja, ja. En ik denk dat dat ons heel veel heeft gebracht. We zeggen wel eens gekscherend, we worden niet gehinderd door enige kennis of ervaring dus we doen dingen ook wel op een andere manier uh, omdat we dat zelf fijn zouden vinden maar een zekere soort leidinggevende rollen of managerial of coachingachtige ja. rollen ja of... ja meer zeg maar account management ja, en ja. nieuw business dus ja. om, uh, om bestaande opdrachtgevers uh, uh, te bedienen uh, en om nieuwe opdrachtgevers aan te sluiten uh, zoeken we nu ook wel naar mensen die wat wat meer ervaring hebben uh, ja. en die dan ook wat meer nou ja als een manager ook uh, ook mensen kunnen aansturen uh, ja, in snap een team Dankjewel dat jij mijn gast was. En super dankjewel. tof wat jullie doen. En heel veel succes. Dankjewel. Uh, dat was het verhaal van, uh, van Hans Drijver en Hero Jam. Wil je er meer over weten? Links in de beschrijving. Uh, vond je dit nou een tof gesprek? En je hebt zoiets van, hey, misschien zijn er wel meer te vinden op CVD2. Nou, die zijn er. Hieronder kun je klikken op abonneren. En dan mis je helemaal niks meer. En ben je aan het luisteren naar de podcast? Volg ons ook daar op je favoriete podcastkanaal om niks meer te missen. Voor nu, dankjewel uh, voor het kijken. En ben je nou werkgever en ben je op zoek naar goede krachten? Dan zou ik vooral even uh, Hans Drijver. Uh, contacteren. Voor nu, dank je wel. Hoi.